Een handig hulpmiddel daarbij is de Impact-Effort Matrix. Dat is een 2x2 die langs twee assen is ingedeeld. De ene as gaat over de impact op de klant, oftewel hoeveel waarde creëer je in termen van kostenbesparingen, gemak, snelheid, bedenk het maar. De andere as die gaat over de effort, oftewel intern. Hoeveel kosten maak je in tijd en geld om een idee te realiseren? En zo krijgt ieder idee op een Post-it een plek. In die matrix. Een van de vier velden is die van de quick wins. Daarbij gaat het om een lage effort met een hoge impact. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van een stap in je webshop funnel. Er is ook een veld dat heet puntjes op de i. Ook een lage effort, maar ook een lage impact. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de plaats van een bepaalde knop op je website. Het derde vlak wat van belang is, is die van grote projecten. Dat heeft dus een grote effort en een grote impact. Denk bijvoorbeeld aan het geheel opnieuw inrichten van je webshop. Het vierde vlak, dat heet geen prioriteit. En die naam heeft het niet voor niets gekregen. Als je dus kijkt naar de tijdsverdeling, zou ik zeggen, besteed 80% van je tijd aan de bovenste twee vlakken. Dus de quick wins en de grote projecten. En de resterende 20% van je tijd, die besteed je aan de puntjes op die.